De titel van mijn column is Bittere bal". Een week voorjaarsvakantie heeft de Nijmeegse politici zichtbaar goed gedaan. Ze hadden geen last van besluiteloosheid door een opkomende voorjaarsmoeheid. In een paar dagen tijd werd Nijmegen vuurwerkvrij verklaard en het stadhuis bitterballenvrij. Het bitterballenvrije stadhuis is overigens minder strikt dan de vuurwerkvrije stad. Het motto is: Carnivoor geef het door, bedacht door de Partij voor de Dieren. Het betekent dat je van tevoren even een telefoontje moet plegen naar het stadhuis om door te geven dat je een bitterbal of vlammetje wil bij de gemeentelijke borrel. Dan houdt de cateraar van dienst er rekening mee. Dat is een optimaal klantvriendelijk bitterballige doogbeleid. Gelukkig geen motie van de VVD met als titel Vuurwerk maak je sterk. Waarmee wijken zich van tevoren kunnen melden als ze wel vuurwerk willen. Zo'n klantvriendelijk vuurwerkgedoogbeleid zou door een meerderheid van de raad ogenblikkelijk afgeschoten worden. Heel verstandig. De commissaris van de Koning had ook geen last van besluiteloosheid. In een wip en een zucht regelde hij een tijdelijke burgemeester voor Wiegen. De vier wethouders van Wiegen werden naar het provinciehuis ontboden, waar ze te horen kregen dat Marijke van Beek hun tijdelijke burgemeester wordt. Niks geen mitsen en maren, doorpakken en benoemen. Er is werk aan de winkel en zo hoort het ook. Marijke van Beek was tot 1 januari burgemeester van de gemeente Eemsmond in Groningen. Ze stopte daar per 1 januari als burgemeester omdat haar gemeente ging fuseren met de buurgemeente. Wiege krijgt dus een heuse ervaringsdeskundige op gemeentelijk fusiegebied. Slimme jongen, die commissaris van de koning. Laat de bitterballen in Wiege maar doorkomen. Van zo'n snelheid van benoemen kunnen de gemeenteraden van Beuningen en Heumen nog een voorbeeld aannemen. Het gedoe is in beide gemeenten nog niet over. In Heumen is een wethouder naar huis gestuurd. Vervolgens moet er eerst eens diep nagedacht worden of er wel een opvolger moet komen. Wanneer dat ei gelegd wordt, is nog niet duidelijk. Bij een kip is dat gemakkelijk te voorspellen. Die draait voor een ei per dag haar hand niet om. Voor een raadslid is dat vele malen lastiger. Politieke eieren hebben een onvoorspelbare incubatietijd. En als dat ei in heumen eenmaal gelegd is, komt de vraag aan de orde. Welke partij die vierde wethouder zou moeten leveren. Weer geneuzel en getreuzel, terwijl de drie overgebleven wethouders zich een slag in de te moeten werken om de boel een beetje draaiende te houden. Ook in Beuningen staat de nieuwe coalitie voorlopig nog niet op het bordes van het stadhuis. Of er dan sprake zal zijn van toejuichingen door de Beuningse bevolking waag ik sterk te betwijfelen. Oud zeer blijft lang houdbaar. Intussen wordt er driftig nagedacht over een geheel nieuw collegeprogramma: meer doen en minder onderzoeken. Het onderzoeken om meer te gaan doen duurt al erg lang. Als er, wanneer dan ook in Heumen en Beuningen nieuwe wethouders door de raad worden gekozen, dan zullen tijdens de borrel de ballen voor menig een erg bitter zijn.